Ik doe het niet bewust. Als ik het zelf zie, dan denk ik ook, knip die beelden maar weg. Maar als ik die beelden dan weer terug zie, denk ik, godverdikkie zeg. Wat een energie, wat ik net al zei, wat een energie. En wat zag je er toen nog goed uit? Dat mag je ook niet van jezelf zeggen. Nee. Als je er allemaal geen emotie bij hebt, dan moet je goudvissen gaan houden. En dan heb je nog kans dat hij doodgaat. Daar weer de emoties, dat je van die goudvis gaat houden. En als hij doodgaat, dat je ook weer emoties krijgt. De kans op emoties bij goudvissen houden of bij dammen. Nou, dammen is misschien ook wel dat de verkeerde zet doet. Goudvissen houden lijkt me wel wat rustiger. Ja. Bij mijn moeder en vader in de winkel, en vooral mijn moeder, dan zeiden ze tegen mijn moeder van, jullie Jan doet het ook goed, hè? En dan zei mijn moeder, die bevestigen dat niet, die zijn dan, dat zei ze wel, dat zeggen ze wel. En hier is de man die de meest trotse Almeloer is, Jan Smit! Goed, wat voor soort voorzitter bent u? Ik dacht dat ik een gedreven sportman was en iemand die heel graag wil winnen. En die ervoor staat dat hij heel goed contact met zijn supporters heeft. En ik vind het net zo zelf zo triest als onze vaste supporters die toch iedere keer weer naar de Bornse Straat komen. Waar ik heel veel waardering voor heb. En we gaan er met z'n allen blijven achter Heracles Almelo staan. En dat gaat gebeuren, let op mijn woorden. Godverdomme, wat had hij toen een energie zeg. Wat straalt daar een kracht uit? Uit die man die er zit. Net als ik het zelf niet ben, joh. Dat is ongelooflijk. Wat een power daar. Niet dat ik zelf ben, maar godverdomme, denk ik, die staat er echt achter. Ja, u zegt net, u staat tussen de supporters. Ik kan me herinneren dat u ook echt een keer tussen de supporters heeft gestaan. Tussen het zingende publiek, laat ik het zo maar even noemen. In Emmen stond ik er weer tussen en woensdagavond ben ik er weer. Ja, is dat oprecht of bent u gewoon publiciteitsgelf? Ik kom ik weer in de krant. Dat publiciteit interesseert me helemaal niks. Ik hoef het voor niemand gelukkig te doen. Ik vind alleen die sfeer op de voetbal, vind ik mooi. Als kleine jongen heb ik daar tussen mijn 8e en mijn 15e jaar aan de Bornse Straat gezeten. En dat vind ik nu al steeds mooi. Tussen de echte supporters, dan hoor je wat er leeft in de club. En dan maak je echt de wedstrijd van binnenuit mee. En wat leeft daar? Krijgt u ook dingen naar uw hoofd van Smit? Goh, dat we spelers kopen, maar... Ja, we zijn net 3 maanden bezig. Ik ben zelf 4 maanden voorzitter. Ik kan er in 4 maanden toch niet allerlei touwtjes gaan zitten trekken en spelers tevoorschijn gaan toveren. Je moet toch even de kans krijgen om de zaak redelijk in kaart te brengen. En dan beslissingen gaan nemen. Ik kan natuurlijk niet als een stier de bos langs gaan. Elk seizoen sta ik wel een paar keer in het uitvak. Dat vind ik mooi. De humor die daar is. Gisteren nog een mooie humor. Die voetballers, je lacht eens op surf. Komt er, ik weet niet eens meer wie het was, komt naar me toe. En ik sta er zo mee te praten met die jongens. En voorzitter, vertel me nou eens eerlijk, waar heb je dat trainingspak gekocht? Ik zeg hier bij OG. Ik zeg, maar dan kunnen jullie toch niet betalen? Kijk, dat echte voetbal. Als je nou straks doodgaat, voorzitter, wat gaat allemaal met je geld gebeuren? Kijk, dat is dat humor in de kleedkamer, vind ik prachtig. En dat houd je zelf ook jong. Ja, maar dat is de zaak van mijn broer, Kees Smit Tuinmeubelen. Hij heeft de zaak van mijn ouders overgenomen. Die verkochten vroeger alleen maar kopjes en schoteltjes en speelgoed en weet ik het allemaal. En mijn broer is alleen verder gegaan in tuinmeubelen. In Amersfoort is een hele grote zaak, maar dit is de basis. Wat Almelo is de basis van de zaak. Daar zijn we nu. Winnende verbouwing. Ik denk toch nog heel vaak, dit hadden mijn ouders nog eens moeten zien. Die hadden nooit meer geslapen, denk ik. Zo groot het wordt. Hi, broeder. Hey, goedemorgen. Goedemorgen, jongen. Even de bouw in de gaten houden. Even kijken hoe het gaat. Leren, hè? Is de koffie al klaar of niet? Ja, die koffie klaar, jongen. Ga even naar jouw kantoor. Wij moesten keihard werken. Ook in de winkel met spullen uitpakken. Die, als er voorraad binnenkwam, moesten we allemaal helpen inpakken, uitpakken. Maar we hebben echt fantastisch, in mijn ogen een fantastische jeugd gehad. We mochten overal naartoe. We gingen veel aan kamperen in Ommen. Vandaar dat ik eigenlijk ook wel... Veel binding al vanaf mijn jeugd heb met Ommen. Mijn grootouders hadden daar een zomerhuisje. De hele zomer zaten wij in Ommen. Ja. Nou, het was gewoon hard werken. Kijk, we hadden het heel goed. Maar mijn vader en moeder waren voor zichzelf begonnen. Dus die waren ontzettend zuinig. En mijn vader ging 's morgens om 7 uur weg.
En dan kwam er 's morgens drie kisten met kop en schotels binnen. Dus mijn moeder vond niks mooier als mijn vader 's avonds in huis kwam dat het werk al aan de kant was. Dus dan moesten de twee broers allemaal kop en schotels uitpakken. Ze hadden allemaal in houtwol verpakt, allemaal een beetje stof eraf halen en dan boven naar het kleine magazijntje inbrengen. Dus achteraf denk je, ja, mijn moeder vond dat gewoon heel mooi als mijn vader 's avonds in huis kwam dat het werk allemaal aan de kant was. En jij hebt eigenlijk nooit wat nieuws gehad. Als ik uit de fiets gegroeid was, kreeg jij bij mijn fiets. Als ik uit de overal gegroeid was, kreeg jij mijn overal. Nee, hele mooie jeugd gehad. Maar als je woensdagmiddag 500 kleerhangers had, je van die houten kleerhangers en dan zat die metalen haak, die zat apart. Dan zaten de twee broers de hele woensdagmiddag en maar draaien om die haken erin te krijgen. Dan kon mijn vader ze zo weer in de kar ophangen, dus dat was wel... En dan mochten we na de tijd houtwol verbranden en zo gingen we naar de overkant, mocht je van die kisten, gingen we dan wel een vuur van maken en zo. En dan kwam de buurvrouw later en zei, ja, maar er zaten nog 20 kop en schotels zaten er nog in, die waren dan verbrand. En Kees kan bevestigen dat toen, ja, in die tijd kon je gewoon ook bij de kruidenier en bij ons ook in de winkel kon je op krediet kopen en één keer in de maand betalen. En dan was allemaal, werd dat achter in het boek geschreven op wat je dan in de loop van de maanden gekocht had. En als er niet betaald moest worden, ging ik als jongen van 13 jaar, moest ik echt Sluitersveld, als een koppelige hoek, ik moest overal, moest ik van mijn ouders het geld weghalen, maar dan kreeg ik een dubbeltje of een kwartje. Toen ben ik eigenlijk mijn deelwaarderscarrière, als je zo mag noemen, is toen al begonnen. Nou, geld ophalen, dat kan ik me nog herinneren. Die adressen kan ik zo nog langs fietsen, mijn broer die kent ze ook wel. Ik heb het, de bedragen waren niet zo groot hoor. We hebben het boek nog bewaard, dus hier staat alles in waar een streep erin staat. Alle bedragen voor de 17,50, 12 gulden, 12 gulden 50. Eén keer die vertel ik nog wel eens, maar toen was mijn broer zo kwaad, maar toen was hij al 18, toen waren we al 18. En mijn moeder was nog wel streng en toen kregen we ruzie wie de auto mee mocht nemen. Toen zegt hij van, mijn moeder greep de sleutels en die zei, dan geen een van beiden. Toen zei hij tegen mij, maar jij hebt nog een bromfiets. En toen zegt hij, jij kunt nog op de bromfiets. Ik zei, nou, ik was ook wel fout, mag jij mijn bromfiets meenemen? Hè? Dus hij op mijn bromfiets en ik naar het bureau in de reserve sleutels van de auto gepakt. Ik in de auto gestart. En toen haalde ik hem met een grote voorstel, drie keer tuten haalde ik hem in. Nou, toen had ik hem wel willen vermoorden. Toen ik mijn kantoor ook echt groter ging worden in Ommen en dan kwamen de mensen bij mijn moeder en vader in de winkel en vooral mijn moeder, dan zeiden ze tegen mijn moeder van, jullie Jan doet toch goed hè? En dan zei mijn moeder, die bevestigde dat niet, die zei dan, dat zei ze wel, dat zeggen ze wel. Dus zij ging dat niet zelf brengen ofzo. Ze was wel inwendig heel trots, maar zij liet nooit blijken en dat hebben we nog steeds alle twee. Wij zullen niet gauw over onszelf praten. Ik vind dat helemaal niks, andere mensen moeten er maar een oordeel over hebben. De nadruk ligt dan wel op het volgende seizoen. De voorzitter eist ook dit seizoen nog prestaties. En dus is het ook nog lang niet zeker of Heracles volgend seizoen met Theo Vonk verder gaat. De positie van Theo Vonk die wordt eind deze maand besproken. En het bestuur staat nog steeds volledig unaniem achter Theo Vonk. Als, dat is een gouden voetbalwet, als een voorzitter gaat roepen dat ze unaniem achter een trainer staan, is het vaak gauw gebeurd. Er zijn zoveel gouden voetbalwetten, Paul Schaap. Ik ken ze nog niet allemaal. Of dit er eentje van is, weet ik niet. Maar we zullen dat aan het eind van het seizoen zien. Theo Vonk vloog er niet uit. Theo Vonk die ging op eigen initiatief ging die naar FC Twente. Ik heb zelfs met Peter Bos heb ik wel meegemaakt dat we in een echte mindere periode zaten. Ik zie, laat me even duidelijk zijn. Ik ben ervan overtuigd dat wij met z'n allen goed bezig zijn. Jij goed werk levert, dat je alles uithaalt wat erin zit. Als het betekent dat jouw functie onder druk van sponsoren en supporters betekent dat jij weg moet, dat ik solidair met jou ben, dat ik dan ook weg ga. Dat heeft nooit iemand gehoord, maar ik heb gezegd tegen Peter Bos, als jij eruit gaat, ga ik gelijk mee. Dit is dus de Venterswagen waar mijn vader in 1952 mee begonnen is. In de oorlog deed hij met paardenwagen en in 1952... nam hij een auto met een mooie bak erachterop waar hij alle artikelen in had. En dan ging hij van boerderij naar boerderij. Hier, wij gingen als kind zijn er meer, mochten we hiervoor achter zitten. Er zijn allemaal emmers in waar wie de boeren nodig hadden voor het melken. Dweilen, mattenkloppers, dweilen en zemen, kop en schoteltjes, borrelglaasjes.
allemaal petroliestelletjes bovenop wasketels, tafelzeil om over de tafels heen te doen. En dan ging hij iedere morgen om 7 uur ging die hiermee weg en dan kwam hij om 7 uur s'avonds kwam die weer. En toen zat mijn moeder in de winkel. Ze deed vaak een wedstrijdje of mijn vader meer verkocht was met de wagen of mijn moeder meer in de winkel. Dit was dus ons woonhuis hiervoor. Hierboven waren de slaapkamers, ja, één klein kamertje waar mijn broer en ik sliepen. Dat was vaker meer een magazijn. En want met de Sinterklaas sliepen we tussen speelgoed en met de kerstdagen sliepen we tussen de kerstballen en de kaarsjes. En met oud en nieuw sliepen we tussen vuurwerk en gewoon onder het bed liggen. Daar sliepen we op. Was ook niet zoveel hoor, maar zo ging het in die tijd. En dit werd steeds groter. En hier kijk, hier staat mijn vader zelf voor de tuinmeubelen. Hier is het eigenlijk een beetje begonnen. En wie had ooit kunnen denken dat hij de grootste van Europa zou worden. Heeft hij niet helemaal gecontroleerd, maar dat schat hij zelf in dat hij de grootste van Europa is. Maar hij komt er heel uit, denk ik. Hij speelt al Europees voetbal, maar met de rijtuig nog steeds niet. Nou, hier is het allemaal begonnen. Aan de Bonnebroekse straat. Daar sliep ik met mijn broer boven. Ja, het is nou allemaal anders geworden. De winkel is een keer verbouwd. En sinds een paar jaar zit er een bakkerij in. Maar daar was dus de winkel van mijn vader in. Kopjes en schoteltjes en speelgoed en alles wat erbij hoorde. En ja, heel raar, je krijgt toch weer een apart gevoel als je hier staat. Dat je hier heb ik 24 jaar van mijn leven doorgebracht. Dit straatje, dat is nog wel precies authentiek, de Bilderdijkstraat. Hier woonden vroeger alle mensen, de textielarbeiders, die woonden hier allemaal. Die werkten bij allemaal bij Takate, wat nou onze hoofdsponsor is. Daar werkten ze allemaal. En bij Bendien en bij Van Heek. Heel apart. En zondagsmorgens kan ik me goed herinneren. Iedereen was heel veel katholieken. Die wandelden allemaal naar de kerk daar een paar honderd meter verderop. Dat is allemaal veranderd. En nu is het nieuwe stadion is 300 meter. Die kant, oh, Hemelsbreed denk ik, 300-400 meter. En het andere stadion is 1,5 kilometer, denk ik. Dat is aan de Bornsestraat. En deze straat gaat naar Bornebroek. En die andere straat gaat naar Borne. Ja, hier liggen mijn wortels. Mijn vader, mijn moeder en mijn broer. Dus hier is het allemaal begonnen. Ja, het was maar zo, hè. Er zat nog één woonhuis tussen. Wat mijn vader gekocht heeft en toen één winkel van gebouwd. En dat heette de OK Bazaar. Die naam had mijn opa bedacht. Die was in Zuid-Afrika geweest en dat was een bazaar. En daar was alles oké, okay, dus het heette OK Bazaar. Men noemde mij vroeger ook Jan OK. Ik ben hier nog niet binnen geweest bij de bakker. Hoi chef. Hi. Ik ben hier geboren. Ben jij de baas hier? Ik ben niet de baas. Ben je niet de baas? Oké, zo ziet er wel uit. Ik ben hier geboren. Ik heb hier mijn hele jeugd doorgebracht. Jan Smit. Ja. En u heeft ook nog broer Kees Smit. Kees Smit ken je wel? Ja, die is ook geweest laatst. Ja? Oké. Okay. Oh, mag zo een keer kijken? Ja, oké. Heeft hij nog wat gekocht dan? Ik heb wel wat gekocht. Okay, koop ik ook wat bij je. Wat kost een brood? Kost 1,20. 1,20? Ja. Dat is niet veel. Doe maar zijn brood dan. Ga ik dat eens proberen. Ja. Je had niks meer van over zeg. Dit was vroeger. Hier was de speelgoedafdeling boven. Ja. Dit zou vroeger zo'n beetje mijn slaapkamer zijn geweest met daar de ramen. Maar hier is niks meer van te zien. Helaas. Er is niets meer van over. Dit was vroeger de winkel, man. Hier valt niks te herkennen. Alleen de trapopgang is er nog, naar de winkel boven. Maar hier sliepen wij dus. Mijn slaapkamer is dichtgemaakt. Slaapkamerramen zelfs. Alles is dicht. Maar dit doet me niks meer, moet je zeggen. Nee, dit is het niet meer waar ik vroeger gewoond heb. Nee, jammer. Nee, hier neem ik nu afscheid van. Hier hoef ik ook niet weer te komen. Dat klinkt misschien raar, maar zo ben ik wel een beetje. Dit is het voor mij niet meer. Hier heb ik geen gevoel meer bij. Kom hier, voorzitter. Alles goed, jongen? Ja, tuurlijk, meneer. Heel goed. Het gaat de hele dag zo in de Almelo loopt. Maar we allemaal wederzijds met respect en dat vind ik wel plezierig. Ik rij hier nog wel eens enkele keer door. Een beetje gevoel van vroeger weer te krijgen. Maar
als je dan zo boven loopt, word ik triest van. Maar dan denk je, joh, op een bepaald moment moet je niet blijven hangen in het verleden. Je moet daar, ja, vroeger was het mooi en nu is het allemaal een beetje rotzootje. Dan denk je, ook de buurt, ja, alles verpaupert een beetje. Vroeger was het toch een redelijk belangrijke stadion Almelo. En dan zie je dat. Een beetje naar beneden gaan. Maar als je door de grote stadion in Almelo komt, denk je ook wel eens, dat is niet meer van vroeger. Een trainingskamp van Heracles kent ook zo zijn tradities. Zo is er jaarlijks het penalty schieten met voorzitter Jan Smit. En die spekt ermee de spelerskas, want elke gemiste penalty is €150 waard. En dat kan dus flink in de papieren lopen voor de prezers van Heracles. Wij pompten de bal ook iets harder op dan normaal. Dus op het moment dat hij moest schieten, hadden wij al een dusdanige bal opgepompt dat het al een stuk moeilijker werd. Ik heb het nog nergens gezien. Hey. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat, als ik heel eerlijk ben, dat het ook nergens op lijkt. Terug naar het trainingsveld dan, waar voorzitter Jan Smit nog steeds bezig is met de penalty-serie. 8 van de 9 al gemist en dit is nummer 10. Ja! Yeah. Nee, dat doe maar niet. In de recessie niet. Kiet of dubbel is het aanbod van Jan Smit. Nu moet hij €1350 betalen. Als hij de beslissende strafschop mist, wordt het €2700. Als hij raak schiet, krijgt de spelersgroep helemaal niks. Lang wordt er geaarzeld en uiteindelijk wordt de knoop doorgehaakt. De spelersgroep gaat in op het aanbod van Jan Smit. En de beslissende penalty gaat er wel in. Pika, je lachen. Dat ging altijd heel erg goed die laatste jaar. Op een of andere manier had ik altijd een geluk mee. Maar de afgelopen 2 jaar is dat misgegaan. Dus, maar ik praat daar liever niet over, want de thuisfront vindt dat niet zo leuk. Dat ik het geld daarin stop. Je trekt de hele week op met die jongens en ja, je kunt wel zien dat ik daar geen niet in uitblink. Maar die traditie is inmiddels zo ver geworden dat alles, als wij op trainingskamp gaan, dat alle sponsoren inmiddels gaan doen. Dus de spelers die zijn met die grap waar ik destijds mee begonnen ben, zijn ze heel erg blij. Want elk jaar halen ze daar toch de nodige centen mee op de laatste keer op. In Spanje, ik geloof dat ze 15 sponsoren of 20 sponsoren, hebben er 6.000 of 7.000 euro mee opgehaald. Kijk, dat zijn leuke dingen. Ja, dat doet wel een beetje denken aan het logo van Heracles qua model. 1913, ja, Heracles 10 jaar oud. Maar hier ligt de hele familiegeschiedenis. Mijn vader heeft daar gekorfbald, mijn moeder heeft daar gekorfbald. Mijn oom is voorzitter geweest van, Ben Smit is voorzitter geweest van AKC. Hele families in Almelo, waaronder mijn familie. Daardoor ben ik eigenlijk meer aan het korfballen gekomen dan aan het voetballen. Toen ik 22 jaar was, ben ik naar Ommen verhuisd en was ik alleen maar met mijn deurwaterscarrière bezig. Aha, het is hier lekker warm. Ja, precies, hè? Kun je nog herinneren dat wij samen ook nog in hetzelfde team hebben gespeeld? In hetzelfde vak zelf. Ja. Maar ja, dat was in het tweede volgens mij, of niet? In het tweede, ja. Toen was jij in opkomst en ik... Ja, daar kwam ik op. Ja, dat kan ik me wel herinneren. Volgens mij was dat zelfs nog aan de Bonse Straat. Of was het op de Riet? Ik denk dat het op de Riet was. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dat weet ik niet zeker, want aan de Bonse Straat heb ik met Henk ten Brinke. Die gaf dan de conditietraining. Ja. En daar heb ik ook nog in het tweede gespeeld. Okay, maar dat was net met die overgang misschien. Ja. Hij was vroeger een hele knappe jonge man. Wat wil je daar nou mee zeggen, man? Hij was vroeger een hele... Kun je een paar dames ophalen die dat kunnen bevestigen? Een jonge man. Dit schiet niet op. Ja, ah. Dit weet je dan ook nog wel. Hè? Maar daar sta je toch, of niet? Ik weet alleen niet of... Jeempje zegt, dat is het. Ik weet alleen niet of Kati er ook bij staat. Ja, wel, die staat hier. Ja, zie. Hier, dat is voor de eerste keer dat ik met... Hier heb ik mijn vrouw ongeveer ontmoet. Die staat hier. En hier sta ik. Dus met het eerste team. In Noordwolde was op het toernooi. Ik kan me nou wel herinneren. Linksbovenaan. Haar vader was bestuurlijk actief in de Overijsselse Korfbalbond. En zij kwam een keer op een feestje ergens bij AKC. En een weekend of 2 weekenden later zag ik haar ook op dit toernooi. En toen dacht ik van, dat is ze. Dat is nog steeds zo. Ja, dat is gewoon, dat was zo'n enorme klik. Je hoeft helemaal niks te vragen.
was gelijk klaar. Nee, maar het was wel, ja, je gaat met elkaar praten. Zij bleek op dezelfde middelbare school te zitten, allebei op het Erasmus in Almelo. En dat ging toen eigenlijk een beetje vanzelf. Maar zij was niet erg sportief, is dat nooit geworden. Maar ze is cultuurhistorica, dus ik moet ook regelmatig wat ik meegesleept naar het concertgebouw. Dat klinkt onaardig, maar ik vind het inmiddels ook heel erg mooi. En naar alle musea in de hele wereld, bij wijze van spreken. Ja. In het verhaal in het journaal, toen je geïnterviewd bent, zei je dus van, je zag haar terwijl je verkering had. Nou jongen, niet allemaal die details. Jawel, maar dat is wel, maar daarom heb ik dat ding gelijk bij me gestoken. dit schiet allemaal niet op. Maar omdat je toen dacht van, dat is ze. Nee, het is bijna verjaard, dat klopt, maar we moeten het toch maar even uitlaten. En ook, nou hoop ik dat ze geen bal kunnen vinden. Jan, je kunt niet aan. Ja? Zeg je? Wilt u een bal hebben? Ja, doe maar een bal erbij. Ja, ik liever niet, maar zij nee, wel. Maar, ik zou het wel doen. Je hebt maar voor. Maar volgens mij was hij vroeger veel lager. Volgens mij was hij vroeger lager, jongens. Dit klopt niet. Jullie hebben veel te hoog neergezet. Dit is het dan hier. Nee, bijna. Het lijkt net of ze erin gaan, hè? Nee, god, zo kom ik nu weer. Niet te geloven. Het lijkt net als ze erin gaan. Ik moet aan de achterkant mukken. Niet goed. Ik zie het filmen. Ik heb gezien. Oké, Dick. Ik zie dat jij nog vaker doet. Buik intrekken. Ja. Ik ga ook, ja, als het enigszins kan, ben ik in Oldenzaal met de hele groep. Maar dat was destijds al in de tijd van Gert-Jan Verbeek. Dat hele spelersgroep ging naar carnaval. Eerst met z'n allen boerenkool eten en zuurkool over. Flinke bodem leggen. En dan 2-3 uur richting Oldenzaal. Smiddags dan. En dat is er volop feest. En ja, ik heb al een paar jaar dezelfde kleding gehad als clown met een hele grote rode pruik op. En dan, maar sommigen die herkennen je al dan. De laatste keer was er, maar ook kwam ik Bas Nijhuis ook tegen, de scheidsrechter. En die pruik omhoog. Goh, ik dacht al dat jij het was, weet je wel. Ik zei, jongen, jij moet eens goed leren fluiten. Spraakmakend was hij zeker. Maar de prestaties laten zeker dit seizoen te wensen over. En dus heeft het Heracles-bestuur besloten gisteren om Frits Korbach geen nieuw contract aan te bieden. Het Korbach-effect lijkt te zijn uitgewerkt. En dat weet voorzitter Jan Smit. Op het eerste seizoen hebben we Frits binnengehaald. Een man die een omwenteling teweeg moest brengen. We hadden als Heracles Almelo een hele tijd in de start van de Toto-divisie meegedaan. Het werd tijd dat we een keer weer met een nieuwe stadion resultaten gingen boeken. En daar heeft Frits vorig jaar voor gezorgd. We zijn 7e geworden. Dit jaar hebben we nog steeds kans op die na-competitie. Maar wij zijn als bestuur van mening dat we nu eens een keer een andere weg in moeten slaan. We krijgen een groot aantal al nieuwe spelers. En het zou best eens zo kunnen zijn dat daar ook een nieuwe trainer bij hoort. En daar gaan we eens nu naar omkijken. Als ik me dan druk zou moeten gaan lopen maken van ja, wil die club wel met me verder of niet met me verder. Ja, dan had ik mijn contracten dus de afgelopen 8 jaar anders in elkaar moeten zetten. En dus niet voor 1 jaar moeten tekenen. En op het moment ja, dat de club dan een beslissing dus heeft genomen, vind ik het wel zo chic. Hè, wat Jan Smit dus vanmorgen doet. Ja, om dat dan dus ruim van tevoren dus aan te geven. Ja, Frits was een prachtige kerel. En ook nadat hij bij ons weg was, heb ik altijd nog contacten met hem blijven onderhouden. Tot zijn dood aan toe. Jammer dat hij er niet meer is. Ja, Frits, vaker gezegd dat hij. We hebben ook een biografie van Frits, geloof ik. Of heeft hij zelf geschreven, een boek. Er staat ook een artikel in over de zuinige voorzitter. Hè, dat hij zei van.
Jan Smit, die voorzitter van de Raakles, die zo zwaardig die helpt man met één oog. En de tweede was, als je hem in zijn Armani pak op de kop houdt, dan valt er geen kwartje uit. Dat is, maar hij had altijd fantastische humor, Frits. Je werkt toch een paar jaar met elkaar samen. Je leert elkaar heel goed kennen. Je hebt dagelijks van. Frits die belde me elke morgen als hij van Steenwijk naar Almelo reed. En ik zat net op kantoor om 8:00, om 8:05 ging de telefoon. Elke morgen belde Frits even om buiten te praten en wat het ook is. Altijd mooie verhalen. Maar ook hier, vooral het tweede seizoen, dan had hij 's morgens toch al last van zijn drankprobleem, laat ik het maar zo zeggen. Dat is jammer. Maar desalniettemin, ik zeg niks ten nadele van Frits. Super kerel. Prima mee samengewerkt. En in die tijd paste hij ook binnen de club. Eerste jaar zorgde hij voor reuring. En toen na Frits kwam Gert-Jan Verbeek. Toen kregen we weer andere reuring. Charismatische man, een mensenman, dus die graag met mensen werkt, graag met mensen om zich heen heeft, ook mensen weet te verbinden. En hij was een echte supporter en zodoende had hij ook zijn kijk op het spelletje. Weten waar je mee bezig bent, je hebt een bepaalde visie op de ontwikkeling. Veel jonge spelers uit de buurt, van alle trainers, John Stegeman heeft bij ons gevoetbald, Komschot heeft bij ons gevoetbald en de keeperstrainer Brian van Loos, allemaal trainers uit Almelo. Ze hebben allemaal de opleiding bij Gert-Jan Verbeek, allemaal met Gert-Jan Verbeek gewerkt, dus dat kan niet missen. Dat is dus het einde. We konden nou pas laat achter. Je doet er wel lang over. Ja. Ik geloof dat Jan nog maar net voorzitter was. En was er een zoveel jaar bestaan van Heracles. En ik ben daar toen heen gegaan. En toen heb ik een hele tijd met hem staan praten over de voetballerij. Dus ik zat daarnaar te luisteren en er ging naar huis. En ik dacht, verdomme, die praat daar met veel passie over. Dat is een bevlogen man. En dat had ik gelijk al direct in de gaten. Dan ben je om niet eens het gesprek blijven hangen. Want een jaar later, toen waren ze verhuisd naar het nieuwe stadion. Toen was ze ook een nieuwe trainer. En toen hebben we elkaar weer ontmoet. En toen had ik wel een minder prettige mededeling voor hem. Want toen vroeg hij mij om daar trainer te worden. Maar toen zei ik nee. Dat is de enige keer dat je nee tegen mij hebt gezegd. Maar wat was de reden dan? Je dacht, die voorzitter, die heeft geen ballenverstand van voetbal natuurlijk. Nee, het was wel zo dat toen een van de. Dat was de eerste keer dat je eigenlijk alleen maar zelf aan het woord was en niet zoveel luisterde. Terwijl ik later heb jou leren kennen als iemand die veel luisterde. Oké. Okay. Dus je had eigenlijk te weinig vertrouwen in mij op dat moment. Oké. Okay, nou, ja, dat klopt. Dat kan. In het begin maak je wel eens fouten. Ja. 2 jaar later kwam hij weer bij mij terug, na 2 jaar Frits. En toen zocht hij een andere type trainer. En dat was ik wel de juiste man. Kijk, wij zijn natuurlijk 2 alfamannetjes en dan ga je op het moment dat je het niet met elkaar eens bent, ga je de strijd aan. En het mooie van Jan Smit is dat je heel goed met hem kan sparren. En dat vind ik van mezelf ook. Sorry, dan zijn we echt niet blij met elkaar. Daar word je alleen beschermd door wat ik net zei. Ja. Ik vind het niet zo erg. Na de wedstrijd zeker, dan ben ik wat opener dan Gert-Jan misschien. We zijn wel karakterverschillen, maar we zijn allebei wij dominant, we zijn prestatiegericht. Ja. Als nu dan botst dat een beetje, maar ik vind het alleen maar heel goed. En hoe los je dat dan verder na zo'n akkefietje op, zoals in het weekend? Bellen jullie elkaar dan op en ga je erover praten? Of zitten jullie nu voor het eerst bij elkaar aan tafel? Nee, ik heb vanmorgen gebeld en tegen hem vertel wat hij vanavond mocht zeggen. En dat was weinig. Weinig, ja. Ik leg helemaal een luket in, je ziet hoor. Ja. Hij kwam ook wel eens de kleedkamer in. En ik had er nooit zoveel problemen mee. Of hij ging wel eens met de bus mee. Dat vond ik hartstikke leuk. Dus ik ben geen trainer die dat verbiedt of zo.
En natuurlijk zijn er wel bepaalde grenzen. Hè, maar in zover ik weet, heeft hij bij mij nooit die grens opgezocht of overschreden. Nou, de voorzitter zijn dat soort mensen die mogen bij mij altijd van tevoren in de kleedkamer komen. Heb ik geen enkel probleem mee of mee in de bus. Maar ze moeten zich met het voorbereiding op het team niet zoveel bemoeien. En op het moment dat ik dan tegen Bas Dost zeg van... joh, Bas, vandaag weer een paar erin schoppen, want er zitten een paar scouts op de tribune... dan ben ik daar niet zo blij mee. Want er zitten een paar scouts op de tribune? Ja, want dat bij Bas niet zo heel erg. Niet meer doen, bemoeien al. Nee. Nee, maar je gaat natuurlijk niet een spits onder druk zetten en zeggen... er zitten scouts. Bovendien is dat een hele andere optiek. Dan gaat het om poen en niet om voetbal. Dat moet je ook allemaal weer in de context van het verhaal zien. Als je iets in de context vergeet Jan van Beek, hè? Zo zag ik het ook. Ja, zie je. Zo zag hij het ook, maar ik zag het op dat moment even. Maar ik denk dat het één voorbeeld is in 4 jaar tijd inmiddels. Ik denk dat ik rustig kan zeggen dat wij goede vrienden zijn. We delen lief en leed met elkaar, hè? Ook privé delen wij dingen met elkaar. Dus dan denk ik ook dat je kunt zeggen dat je vrienden bent. Moet hij tegen uw vader zeggen en andersom zo? Godverdomme, nauwelijks gaan we op die tour. Nee, we zijn echt vrienden van elkaar geworden. Ik kan moeilijk zeggen dat de doelstelling is dat we de eerste ronde eruit flikkeren. Maar ik ben hier echt goed ziek van. Hier is absoluut het laatste woord niet over gesproken. Ik vind het 3 keer helemaal niks. Oh ja, dat was bij de amateurs. Bij Achilles 29 in Groesbeek. Was hartstikke slecht weer ook. We stonden met 2-0, of misschien wel met 3-0 voor. Ik kwam dan zo rennen, vlak voor de rust ging onze toenmalige keeper Remco Pask weer. Die ging een van de escapade buiten het strafschopgebied uithalen en nog een penalty tegen. Wat een drama daar zeg. Ik word nog weer kwaad als ik aan denk. Dat merk ik wel aan hem, met de hoeveelheid energie die hij daarin stopt. Hij geeft echt alles. Ja, daar zie je hem af en toe op de tribune. Ja, lijden is een groot woord, maar ja, hij gaat er zo in op dat je hem af en toe... Ja, is die wit en is die aan het blazen. Mijn dochter kan dat zo mooi naar doen. Als die bij ons op de tribune is. Als ik zeg van de voorzitter Heracles. En... Ik doe het niet bewust. Als ik zelf zie, dan denk ik ook, knip die beelden maar weg. Maar als ik die beelden dan weer terug zie, 18 jaar geleden. Dan denk ik, godverdikkie zeg. Wat een energie, wat ik net al zei, wat energie. En wat zag je er toen nog goed uit? Dat mag je ook niet van jezelf zeggen. Nee. Ik praat liever niet over mezelf. Als je er allemaal geen emotie bij hebt, dan moet je goudvissen gaan houden. En heb je nog kans dat hij doodgaat. Daar weer de emoties, dat je van die goudvis gaat houden. En als hij doodgaat, dat je ook weer emoties krijgt. De kans op emoties bij goudvissen houden of bij dammen. Nou, dammen is misschien ook wel dat de verkeerde zet doet. Goudvissen houden lijkt me wel wat rustiger. Ja. Ik zit er vaak vlak voor, dus ik kijk wel vaak achterom. En dan denk ik, gaat het allemaal wel goed? Dan ben ik wel eens benauwd voor mijn eigen broer wie erachter zit. En denk ik, die haalt het ene niet. Ja, ik had problemen met mijn hart in de vakantie. Ik heb allerlei onderzoeken gehad. Ik voel me wel weer wat beter. Ik heb nog wel medicijnen. En binnenkort krijg ik nog een laatste onderzoek en dan zal ik het wel horen. Ja, als ik dat hoor, dan ik voelde me toen inderdaad een... maar het is niet weer teruggekomen. Ik voel me eigenlijk net zo fit als 10 jaar geleden. Dus dit is helemaal achter de rug. Ik heb daar geen last meer van. Dus ik ben er nog heel emotioneel bij betrokken, maar toen was het inderdaad dat seizoen heeft me iets te veel krachten gevergd. Ja, had ritmestoornis, uiteindelijk hebben ze niks gevonden. En ik sport nog regelmatig op de mountainbike op wielrennen. Ik heb verder nergens last van. Op dat moment was het inderdaad heel raar. Ik ging gewoon van mijn stokkie. Ja, jullie zeiden het al, sport is emotie. En maar ja, dat kan ook te veel worden. Thank you.
welkom, maar mannen, kom binnen. Dat is Kees, dat ben ik voor de winkel van mijn vader en moeder, die dus huishoudelijk artikelen, pannen en potten verkochten. Allebei de klompjes aan. Ja. Beetje nostalgie hier. En dit is mijn privékantoor. Het lijkt een beetje kaal zo, maar het gaat allemaal goed. In Twente waren alle deurwaarders dan vrij jong. En als ik in Almelo of in Hengelo of Enschede deurwaarder zou willen worden, ik kon niet zeggen, ik ga in Borne een deurwaarderskantoor beginnen of in Tilburg. Dat mocht niet. Je moest wachten tot er een deurwaarder onder de trein kwam of op een andere manier doorging. Dan kon je solliciteren. En om me kwam een standplaats vrij, dus zei iedereen van, ja, je hoort dat is veel te klein. Die deurwaarder had ook geen personeel, die heel klein deurwaarderskantoortje. Het kantongerecht was hier al niet meer. En toen ging ik solliciteren. Ik was ook de enige sollicitant. Dus toen werd ik hier benoemd. En zei iedereen, joh, het is veel te klein voor jou, maar jij moet kunnen expansiemogelijkheden. Ik zei, nou, iedereen die ging toen in Nederland uit eten in Blokzijl, bij Kaartje, bij de Sluis. Ik zei, straks komt heel Nederland met zijn zaakjes naar om en naar de deurwaarder. Toen werd eerst met één assistent en er werd een secretaresse erbij. En dat groeide maar en dat groeide maar. Toen was zo'n beetje 65, 70 man in dienst hadden. En toen... En mijn kinderen die niet in wilden, toen heb ik het uiteindelijk verkocht aan de Nederlandse kredietverzekering maatschappij. Ik kreeg meer vrije tijd en ik zat eigenlijk te overwegen om er wat bij te gaan doen. En een goede vriend van mij, Frank de Graven, die zei van joh, jij moet iets, die adviseerde mij iets op het gebied van sport gaan doen. Een sportbond of zo, of nou de wielrenunie is of de Nederlandse basketbalbond of iets dergelijks. Maar dat is mij te afstandelijk. En toen tegelijkertijd werd ik heel toevallig benaderd door iemand van de businessclub van Heracles, of van het bestuur toenmalig. En die zei van, wil jij bij Heracles komen? Daar zoeken ze iemand met een sportieve en een zakelijke achtergrond. En bij voorkeur een Almeloer. Nou, ik ben geboren en getogen hier. En toen ben ik erover na gaan denken, heb ik een aantal mensen benaderd. Waaronder Riemen van der Velde, Gaston Sporre, Herman Wessels in die tijd. Van hoeveel tijd gaat dat kosten? En ze zeiden, nou, dan ben je met 5-6 uur in de week ben je wel klaar mee. Dat moet jou wel lukken. Maar dan uiteindelijk werden dat 50-60 uren. Ja, of ik trots op moest zijn, weet ik niet. Maar dit, ik vind het wel grappig. Dat is de Bottebel Award. Die kreeg ik als deurwaarder van een van mijn klanten. Die vonden mij kennelijk dat ik die verdiend had. Dit is mijn deurwaarderslint. Vroeger moest je als deurwaarder een zitting doen op de rechtbank, in strafzaken. Moest je een zwart pak aan hebben. Dan moest je het lint omdoen en dat moest je de mensen binnen laten. Ik denk dat ik nog de laatste deurwaarder ben die met het lint omgelopen heeft. Dit is de Elfstedentocht. Dit is 1986. Hier moet je dus 200 kilometer voor schaatsen. Mark Rutte was bij Heracles. Ik heb hem een shirt gegeven. Nummer 10, de echte spelverdeler, en die heb ik toen gekregen. Ik ben 15 jaar hier voorzitter geweest van de Ommen, van de hele regio ben ik voorzitter geweest. En ik heb 8 jaar in de landelijke partijraad gezeten van de VVD. En nu zit ik nog in de stichting ondersteuning VVD, waarin ik ambassadeur ben. Nou, dit vind ik ook wel weer mooi, moet ik je zeggen. Voor de beste veilingmeester aller tijden, Jan Smit, ja, niet dat ik zo voor, heb ik een veiling gehouden voor ALS, de spierziekte, voor Freek Buitenweg in het stadion. Die bracht 160.000 euro op toen die avond, die veiling. Dat ging ook echt fantastisch. En na de hand kreeg ik ook van Freek een nieuwe veilinghamer. We zijn op. Jan bedankt Freek, maar helaas. Dan krijg je tranen van in mijn ogen, dat Freek is niet meer. Freek is een half jaar geleden, misschien al wel bijna een jaar geleden, is Freek uiteindelijk aan ALS overleden. Van rond de 50 jaar, maar hij was daar heel erg bij betrokken. En ook alle mensen in Almelo, iedereen in Almelo kende Freek. Ja, en hier is dus de tafel waarin we de vergaderingen houden met de spelers. Richard Roelofsen, dat is een van de eerste die hier zat. Dat is ook maar een mooi verhaal. Er kwamen niet uit en op een bepaald moment, het was afgelopen. Was er in de tijd van Frits Korbach volgens mij.
En kwamen er niet uit en een beetje praten hierover, daarover. En ik was toen ook nog voorzitter van de golfclub in Ommen. Ja, golven leek hem ook wel wat leuk. Want, maar ja, hij vond toch een golfsetje aanschaffen en weet ik, dat vond hij nogal prijzig. En ik zei, weet je wat het is? We zijn er niet uitgekomen. Als ik nou zeg, jij krijgt van mij een golfsetje erbij en wat golfballen, zeg je dan ja? Hij zegt, dan zeg ik altijd ja. En zo'n golfsetje kostte toen in die tijd, geloof ik, 1000 gulden of zo, wat ballen erbij. Hij zei, oké, ging die staan en zei, dan zijn we eruit. We zijn hier ook wel eens wat kwaad weggelopen, moet je zeggen. Makelaars die zeggen ook van, joh, ik wil straks bij doorverkopen, wil ik bijvoorbeeld de helft van de transfersom hebben. Slaat er helemaal nergens op. Echt helemaal nergens op. En ja, en als je dan als club heel graag die speler wil hebben en je zegt van joh, daar beginnen wij niet aan. En je hoort later dat een collega club het wel geaccepteerd heeft, ja, dan word je toch een beetje misselijk. Dit is een compilatie van mijn jongste dochter. Die heb ik een keer gekregen, ik weet niet wanneer hoe oud zij werd, maar ze met haar op de fiets. Dat zijn mijn vader en moeder. Ik probeer dat wel eens naar buiten te brengen, maar daar is eigenlijk niemand erg in geïnteresseerd. Ze zijn toch geïnteresseerd in jou zelf, als deurwaarder, als ondernemer. Kijk, er zijn natuurlijk in Nederland honderdduizenden goede familievaders en moeders. Daar gaat toch de interesse vaak niet naar uit. Het gaat toch vaak altijd naar dat ondernemerschap, dat deurwaarderschap en de voetbalwereld dan. Oude gemeentehuis van Ommen, waar Mark al een jaar of 10, 15 een kunsthandel heeft. Nou, laat ik je hier nog even die mooie mesdag zien. Maar zoals je ziet, het is een enorme maat. En wat zo bijzonder aan de schilderij is, dat je vaak op dit soort maatvoeren bij mesdag, zie je vaak dat het vaak op doek is. Maar dit is gewoon helemaal geschilderd op een mahoniehouten plank. Dus ook van een prachtige kwaliteit. En de conditie is helemaal perfect. Ik vind voetbal heel leuk en ik ga ook regelmatig kijken, maar mijn echte liefde ligt er echt bij kunst, ja. Dat klopt. Hij denkt alleen maar aan kunst. Hij koopt in Amerika, hij koopt over de hele wereld. Hij denkt alleen maar aan schilderijen en aan kunst. Ja. En ook mijn fascinatie heeft hij ervoor. Ik denk dat ik en mijn twee zussen, dat we allebei wel een beetje dezelfde mentaliteit hebben. Van, daar moet je moet er gewoon wel voor knokken als je iets wil halen. Ik kan me herinneren dat ik een brommetje wilde op mijn 16e. En toen zei mijn vader van, wat kost dat dan? Ik zeg, 1200 gulden of zo dat het was. Dat zei hij, prima, ga jij me eerst die eerste 800.000 gulden zelf verdienen met afwassen. Dus ik heb een half jaar of een jaar lang zitten afwassen. Dat heeft hij het laatste geld heeft hij bijgelegd. En dat is niet mijn vader. Hij zal niet zeggen, van hier alsjeblieft, wil jij de brommetje hier alsjeblieft. Nee, er moest wel altijd wat voor gebeuren, er moest voor gewerkt worden. En dat krijg je dan wel mee, van niets gaat vanzelf. En als je het wil bereiken, dan moet je de inzet voor tonen en moet je ervoor gaan. Ik weet inderdaad wel dat mijn vader wel eens moeite had met bepaalde spelers die dan... Dan heb je het wel eens ergens over en dan zegt hij van... Ja, dat bepaalde speler telkens weer pijntjes had en hier en daar weer geblesseerd was. En dan denk ik, mijn vader, ga ervoor, zit niet te zeuren en stap dat veld in en hup, knokken. Ik weet niet meer hoe die, het was een Turkse jongen, maar die ging ook s'avonds, ook s'nachts reed die keer met zijn auto de vijver in achteruit. Ik zie, jongen, het was om 2:30. Ik zie, hoe kan dat nou, wat duurt dat om 2:30? Ja, zei die, mijn vader heeft een pizzeria of zo. Of een shawarma-zaak, zegt hij, en dan maak ik allemaal broodjes, zegt hij. En die kosten en zo, dat doet hij bij elkaar, zegt hij. En die voer ik dan naar de eetjes. Ik zeg, s'nachts om 2:30, zeg ik. Ik zeg, man, laat ze op, joh. Ik zeg, maak dat je morgen je buurvrouw wijst, maar niet aan mij. Ik zeg, jij hoort op s'nachts om 2:30, hoor jij, als je de volgende dag moet voetballen, moet jij gewoon thuis zijn. Ik zeg, de avond daarvoor ook. Ik zeg, en de hele week moet jij s'nachts niet meer om 2:30 op pad zijn. Je moet nou je carrière maken. Ik vind het harde imago toch niet altijd terecht van hem, hoor. Want als ik één ding van mijn vader mag noemen, is dat hij zich juist vaak heel goed in een ander kan verdiepen. Als ik noem maar wat. Als daarna naar Amsterdam wil, rijdt hij bij mijn ouders achter in de auto mee naar Amsterdam.
En noem het als mijn vader laat hem Amsterdam bij spreken iets zien. Hij is overal welkom. Dus mijn vader heeft ook wel oog voor de kleine dingen. Mijn zoontje laat leren van, ja, ik heb eigenlijk de leukste en de liefste van opa. Hij is nog een beetje beroemd door Heracles. En hij is nog lief ook, zei hij laatst tegen me. Sport- en evenementencomplex De Smelt in Assen gaat per 1 januari over in handen van Jan Smit. Ja, er is dwelpauze. Zo gaat dat, de dwelmachine is bezig. Ik denk dat die zo weer open gaat. De afgelopen 10 jaar beheerde ondernemer Henny van der Mos De Smelt. Maar hij kreeg het geld niet bij elkaar om het complex te kopen. Het gaat nu voor een bedrag van 3,8 miljoen euro over naar Jan Smit. Ja, bij mij begon het ondernemerschap weer te jeuken. Dus ik heb 7, 8 jaar geleden van Henny overgenomen. En wij hebben het hotel erbij gebouwd. En een nieuwe bowlingcentrum erbij gemaakt. En nu gaan we de ijsbaan, die gaat helaas dicht. En dan maken we nou weer een heel groot congrescentrum van, een expositiehal. Even een selfie, oké? Ja, oké, dankjewel. Er valt een heleboel te zien, zwembad, ijsbaan, fitnessruimte, vergaderruimtes. Er is hier genoeg te doen, elke dag. De selectie van Heracles was vanmiddag op de golfbaan in Ommen, waar ze onder leiding van voorzitter Jan Smit een clinic kregen. Over de fusie werd niet gesproken, terwijl die toch voordelen kan hebben, met name financieel gezien. Ik vind het leuk dat FC Twente nu hard begint te roepen dat ze graag een fusie willen. Kennelijk hebben ze ons als klein broertje toch een beetje nodig. En het is altijd leuk dat iemand belangstelling voor je heeft als je zelfstandig bent. Maar een fusie zien ze bij Heracles niet zitten. Waarom dan niet? Punt 1 had dat 4, 5 jaar geleden moeten gebeuren. Dan had je midden in Twente een stadion moeten gaan bouwen. En dan had je misschien totaal in Twente wat kunnen gaan doen. Maar nu wij een prachtig stadion in Almelo krijgen, een zeer goede financiële positie hebben, zijn wij echt klaar om de strijd aan te gaan met wie dan ook op voetbalgebied in Nederland. Vooruitziende blik, hè? Natuurlijk is er rivaliteit. Maar dan, als je vroeger als Almelo ging korfballen met Enschede, was er rivaliteit. Ja, dat is natuurlijk. Kijk, Enschede, dit is in de ogen van Almelo's is Enschede een beetje arrogant. En dat is het enige, ja. Enschede Supporters en Sportclub Enschede die gaan samen en noemen ze zich FC Twente. Ja, Almelo ligt ook in Twente. Ja? Als ze zich FC Enschede hadden genoemd, dan was het wat eenvoudiger geweest. Daaruit blijkt alweer, dat is heel, heel groot. Maar Enschede is gewoon groter dan Almelo. Maar ik ben het Calimero gevoel ben ik wel een beetje kwijt. En als het al zo is, vind ik het ook niet erg om Calimero te zijn. Als je maar springend leven bent. Ja, nostalgie. Daar was vroeger het hoofdveld. En daar werden de wedstrijden gespeeld. De tribune die daar staat, die stond toen daar uiteraard. Hier korfbal de AKC. Heb ik zelf nog even gespeeld. Maar de voetballers van Heracles in die tijd, ik noem bijvoorbeeld wat ik herinner, Benny Haghuis, Barend Vrieling, die kregen verkering met de korfbalsters van AKC. Die zaten daar korfbalden we en daar voetbalden we. Mooie tijden. Toen wij weer kampioen werden in 2005, 20 mei, ik vergeet die datum nooit. En toen was het ook, je mocht toen ook iedereen het veld op. Dat was toen allemaal regels van de KNVB ook al. Dat mocht niet, Henk Kessler was er. Ik denk allemaal dikke neus jongens. We gaan net zo als in 62, toen ik het als kleine jongen beleefde, gaan we met z'n allen weer het veld op. En dat hebben we ook dit jaar weer gedaan. De tweede ontmoeting tussen Heracles in het wit en Fortuna Vlaardingen, die in Almelo werd gespeeld en die bepalend zou zijn voor de promotie van één der beide clubs naar de eredivisie, werd in de 10e minuut beslist toen Heracles recht binnen van Nee zijn team de leiding bezorgde. De 20.000 supporters van de Almelose club wisten toen nog niet dat de score gedurende de verdere 80 minuten op 1-0 zou blijven staan. In de tweede helft heeft Heracles talrijke kansen gehad om de voorsprong te vergroten. Maar de voorhoede kwam niet verder dan één doelpunt, dat echter door de scheidsrechter werd afgekeurd. En terecht blijkbaar, want het publiek protesteerde niet. Met een diepe zucht van opluchting begroeten de Almeloers dan ook het bevrijdende eindsignaal van de scheidsrechter. Met de 1-0 overwinning heeft Heracles zich in de hoogste afdeling van de KNVB gespeeld.
Het was de verdiende beloning voor een club die het hele seizoen door met kop en schouders boven de concurrentie uitstak. Ik zat ertussen, ja joh, ik voelde me toen nog één met de spelers. Dat is altijd zo gebleven. Ja, dat was wel heel, heel bijzonder om dat mee te maken. Die foto was niet van mij, die kwamen we later tegen. Hij stond een hele tijd wel gebruikt bij allerlei uitingen naar buiten. Dat ik er toch als kleine jongen daartussen stond. Ja, dit is wel apart, jongen. Vroeger was er geen denken aan dat je op deze tribune kon komen. Hier zaten de notabelen van Almelo, de textielbaronnen en de grote ondernemers. En die als kleine jongens zat je aan de overkant. Maar er waren toch ook wedstrijden waar de 14.000, 15.000 mensen naar Heracles Almelo kwamen. Iedereen kwam op de fiets, iedereen kwam lopend. Mijn opa woonde, de opa van moederskant, die woonde aan de overkant. Die woonde 200 meter van het voetbalveld af. Mijn moeder ging dan naar mijn opa op visite, zo ging dat vroeger zondags. En ik ging dan met mijn vader en mijn broer naar Heracles kijken. Ik ging vaker een beetje zo tussendoor naar binnen, want het kostte toch een dubbeltje. Dat is misschien niet eerlijk achteraf. Maar toen verdienden de voetballers nog niet zoveel, gelukkig. Dus dat dubbeltje van mij hielp ook niet, volgens mij. Het past niet bij mij om aftredend voorzitter te zijn. Dat heb ik 3 maanden van tevoren. En ik heb gezegd, ik vertel het eerst thuis en dan tegen mijn broer en dan breng ik het naar buiten. En ik ben ervan overtuigd dat Heracles Almelo is niet afhankelijk van Jan Smit. Ook na mijn periode komt er weer een voorzitter, die gaat het anders doen. Die gaat het op zijn manier doen. En daar ben ik van overtuigd. Heracles Almelo bestaat nou 113 jaar. En ook na die 113 jaar, als er een andere voorzitter zou komen, dan gaat de Heracles Almelo absoluut door. Ze zullen thuis waarschijnlijk wel een keer zeggen van het wordt tijd dat hij me ophoudt en meer thuis gaat doen. Maar ja, natuurlijk heb je daar wel over. Maar ja, dan houd je nog verschrikkelijk jong en je bent overal bij betrokken. Ik heb al eens een artikel afgegeven dat je, wat moet ik nou de tijd gaan doen? Moet ik een tuintje gaan onderhouden? Moet ik weer een nieuw bedrijf gaan beginnen? Ik heb wel weer een nieuwe uitdaging met mijn bedrijf in Assen, waar we enorm gaan uitbreiden. Maar ik weet het echt zelf nog niet.